Mmm, hoe geweldig zijn bananen? Ze zijn volmaakt. Ah, dat is echt lekker. Huh? Ik kan niet alles tegelijkertijd vasthouden. Dit lijkt er meer op. Het maakt het leven zoveel gemakkelijker. Proost! Wauw, ik heb een idee. Ik plaats mijn handen en de banaan in deze rubberen mal. Dan giet ik er cement in. Als het klaar is, kan ik het omdraaien. Dit is het leuke gedeelte. Ik breek de mal open. Oeh, dat voelt goed. Kijk dit eens. Ik gebruik het plamuurmes om de mal eraf te schrapen. Nu heeft het een likje verf nodig. Ik ga voor roze en blauw. En nu moet ik wachten tot de verf droog is. Het is de perfecte houder voor mijn banaan. Kan niet vergeten te schillen. Dat is handig. Best slim, hè? Mmm, het is zo lekker. Ik gebruik graag glitter. Het geeft het leven wat meer glans. En wie wil dat nou niet? Dat is genoeg. Nu ga ik er wat hars overheen gieten. Dit gaat er zo mooi uitzien. Dit is een van mijn beste ideeën. Voorzichtig, Sunny. Ik denk dat ik weet wat ik doe. Maar wat doe jij? Ik maak kunst. Ga weg. Je bent zo raar. Het zal wel. Ik ben hier weg. Uh-oh. Nee! Help me! Ah! Ik word aangevallen door Snoop. Ugh, ik denk dat ik klaar ben met skateboarden. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Kijk wat je gedaan hebt. Het is verpest. Tenzij... Ik heb een idee. Ik snij een groot gat in de rubberen mal. Dan vul ik het met doorzichtig exportiehars. Ik moet ervoor zorgen dat het oppervlak schoon en vlak is. Ik wil geen pleusjes in de hars. En ik wil een mooie gelijkmatige laag krijgen. Het is zo ontspannend. Oké, ik denk dat dat genoeg hars moet zijn. Nu laat ik de snoepjes erin vallen. Dan kan ik er nog meer hars overheen gieten. Ik wil zeker zijn dat het snoep volledig bedekt is. Als dat gedaan is, laat ik het drogen. Het is tijd om de mal te verwijderen. Nu bevestig ik de wieltjes. Ze zijn natuurlijk doorzichtig. En nu heb ik een uniek skateboard. Best gaaf, toch? Heb je ooit zoiets gezien? Het ziet er goed genoeg uit om op te eten. Ik ben er gek op. Hey Sunny, kijk eens. Dit is voor jou. Wat? Meen je dat? Voor mij? Echt? Dit is geweldig! Dat klinkt als Grace. Hey, binnenkomen! Welkom bij mijn huis! Woon je hier? Jeetje. Oké. Ik doe alsof ik dat niet hoorde. Bijna vergeten, ik heb een nieuwe armband. En ik heb er een voor jou. Schat, als het geen goud is, ben ik niet geïnteresseerd. Kijk, ik heb een reputatie hoog te houden. Ik bedoel, ze heeft niet eens diamanten. Oké, laat maar zitten. Laten we in de keuken gaan. Wat vind je ervan? Het is zo klein. Oh, wil je een lolly? Welke zou ik voor je kiezen? Alsjeblieft. Dit is een lolly. Dat is gênant. Laten we gaan zitten. Ugh. Het is niet veel, maar het is gezellig. De kamer van mijn butler is mooier dan dit. Wacht, ik weet het. Wil je met deze poppet spelen? Noem je dit een poppet? Kijk dit eens. Papa heeft het speciaal voor mij laten maken. Waarom doe ik eigenlijk moeite? Die vraag stel ik me ook vaak. Dit is mijn badkamer. Ik weet niet waarom ik dit laat zien. Wacht eens even. Je ketting brengt me op een idee. Ik denk dat het zou kunnen werken. Ik ben zo terug. Ik nam een afdruk van de toiletbril. Maak je geen zorgen, het was schoon. Ik plaats er ledlampjes in. Dan vogel ik wat goudvlokken toe. Ik strooi ze rond. En dan giet ik er doorzichtige hars overheen. Ik zorg dat alles goed bedekt is. Ik vul de mal tot de rand. Ik neem de tijd. Ik wil het niet verpesten. Als het uitgehard is, haal ik het uit de mal. Dit ziet er zo goed uit. Het enige wat er nog moet gebeuren is monteren. Kom mijn badkamer eens kijken. Ik denk dat je het leuk zal vinden. Valt je iets op? Ik betwijfel het. Wacht, is dat een gouden toiletbril? Wauw. Wacht even, dat is niet alles. Het geeft ook licht. Best cool, hè? Bravo, prachtig. Ah, al het schoonmaakwerk is gedaan. Hi Grace, kijk wat ik heb. Ik hoopte dat we naar de sterren konden kijken. Kom op, het wordt leuk. Dat is een geweldig idee. Ik hou van astronomie. Laten we gaan. Ik kan niet wachten. Wie weet, misschien zien we een alien. Ik denk niet dat we iets gaan zien. Nou, afgezien van een paar wolken. Heb je niet naar het weerbericht gekeken? Ach, dit is zo irritant. Ik kan nooit coole dingen doen, stomme wolken. Sorry, Grace. Laten we weer naar binnen gaan. Wacht op mij.
Wat gaan we nu doen? Ik heb geen ideeën meer. Ik denk dat het weer een saaie avond wordt. Wacht eens even. Kijk naar die lichten. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Je gaat dit leuk vinden. Eerst heb ik een klein bolletje poetsheerklei nodig. Ik rol het mooi plat uit. Het is net als bakken. Nu heb ik een stervormige koekjesvorm nodig. Ik snij een ster uit de klei. Ik haal de overtollige klei eraf. Het is veel makkelijker op deze manier. En dan haal ik voorzichtig de vorm eraf. Vervolgens heb ik een rietje nodig. Ik gebruik het om een gat in de klei te maken. Dan maak ik er nog één. Dit is precies wat ik wil. Ik haal de lichtjes door de gaten. Ik doe hetzelfde met meer sterren. Totdat ik een ketting van lichtjes heb. Wat vind je? Wauw, het past perfect. Ik hang ze in de open haard. Het ziet er zo schattig uit. Snel, doe de licht uit. Het is net of je onder de sterren bent. En er is geen wolkje aan de lucht. Het ziet er geweldig uit. Ik kan niet geloven dat je ze gemaakt hebt. En een warme mok chocolademelk brengt de stemming er goed. Oh my god, dit boek is intens. Ik kan het niet neerleggen. Nou, ik ga winkelen. Ik heb een creditcard die ik maximaal moet gebruiken. Ik zie je later. Doei. Ja, veel plezier. Oh, een berichtje. Het is van Kevin. Deze avond is net veel leuker geworden. Ik kan het niet geloven. Woehoe! Ik pak mijn sleutels. Wacht. Ik weet zeker dat ze hier waren. Oh nee, dit is slecht. Wacht eens even. Sunny! Phew, wat een dag. Wat is er aan de hand? Waarom kijk je zo naar mij? Je pakte mijn sleutel. Geef hem terug. Huh? Bedoel je deze? Dit is mijn sleutel. Oh, dat denk je. Ik denk dat je je sleutel blijft verliezen. Denk je terug aan vorige week? Deze van jou? Oh, serieus, Sunny? Daar was ik naar op zoek. Wat? Daar was hij dus. Gaat er een belletje rinkelen? Nee, en ik kan bewijzen dat het mijn sleutel is. Ik bedoel, het was een onschuldige verslissing. Ik zou op date gaan met Kevin. Dit gebeurt altijd. We moeten dit oplossen. En ik denk dat ik weet hoe. Ik heb een mal in de vorm van een hart. Ik leg de sleutel erin. Dan vul ik de mal met rode hars. Het heeft ook glitter. Het ziet er gewoon mooi uit. Ik denk dat hij klaar is. En dan haal ik hem uit de mal. Wauw, kijk eens aan. Het ziet er geweldig uit. Super schattig. Ik voel me nu al romantisch. Mwah. Ik wou dat ik hier eerder aan had gedacht. Ik ga hem hier neerzetten. Nu weten we welke sleutel welke is. Ik ga net weg. Wacht, dat is niet mijn sleutel. Maar waar heb ik de mijne gelaten? Wacht even. Hier is het. Dat was geluk hebben. Tot ziens. Ha, ik wist dat het zou werken. Jij gaat nergens heen. Deze thee is zo lekker warm. Ik hou van thee. Wat in de... Oh, ik moet echt gaan en mijn dag beginnen. Heeft zij die beker daar gewoon laten staan? Heeft ze niet gezien dat ik aan het opruimen ben? Wacht, een waterkering op de tafel? Nee! Misschien als ik hard genoeg scrub krijg ik het eraf. Wacht, ze heeft een andere mok? Ook deze laat ze achter. En nog een kring. Ah, geweldig. Ik ben dol deze kleine raketmok. Serieus? Ik volg haar door het hele huis. Wacht, alweer? Oh, hoe kan ze nu zoveel mokken drinken? En ze laat ze gewoon achter waar ze ook is. Op elk oppervlak. Oh, ik ben uitgeput. Ik ben non-stop aan het schoonmaken. Misschien is er nog iets in haar drinken. Huh? Een sinaasappelschijfje? Oeh, laat me dit op wat plastic zetten en dan mijn lijmpistool pakken. Ik teken een cirkel rondom het plakje met smeltlijm. Het hoeft niet perfect te zijn, omdat de vrucht ook niet perfect is. Maar ik wil wel zeker weten dat het dik genoeg is. Nog een klein beetje om deze richel hoger te maken. Helemaal goed. Laten we het nou op een rijtje zetten. Ik voeg wat gouden glitters toe. Het hoeft niet veel te zijn, ik wil niet te veel maken. En nu is het tijd om je epoxy toe te voegen. Ik giet het er gewoon in. Ik moet ervoor zorgen dat de sinaasappelschijf bedekt is. En de lijmrand houdt de epoxy op zijn plaats. En nu het klaar is, kan ik gewoon uit de vorm pellen. Het is zo mooi. Maar het is nog niet klaar. Laat me de randen eerst nog schilderen. Ik zal deze glimmende gouden verf gebruiken. Daar gaan we. Mijn onderzetter is eindelijk af. Oh mijn god, het is zo mooi. Het is nog beter geworden dan ik had gedacht. Wacht even.
Zorg ervoor dat je mok op een van deze onderzetters staat. Ja, gelukt! En het gaat ons meubilair helpen beschermen. Oké, nu dat dat gedaan is, kan ik weer een tussendoortje gebruiken. Wacht eens even. Waar komen al deze kopjes vandaan? Oh! Nee, bijna klaar. Ja, het is bijna klaar. Yes! Wacht eens even. Mijn moeder zou woedend zijn als ze deze tattoo ziet. Hallo, is er iemand thuis? Wat? Sorry, ik word helemaal gek. Oké, haal diep adem. Dank je. Wacht eens even. Ik heb een idee. Pak een rubberen mal en vul hem met gekleurde gummibeertjes. Ik kies een heleboel verschillende tinten. Plaats ze helemaal rondom. Giet vervolgens voorzichtig epoxyhars over de beertjes en vul het tot de bovenkant. Klaar om te dragen. En is het niet schattig? En het verbergt mijn tattoo perfect. Alles in orde. Je verbergt het? Whatever. Betty, je bent thuis. Hoi mama. Huh? Een tattoo? Oh, dat is maar een kleintje vergeleken met de mijne. Zie je? Oh, je bent de beste. Zo moeder, zo dochter. Ik ben prima. Ja, oeja, ik ga dit niveau sowieso winnen. Is er plek voor mij hier? Oh, er is een stoel vrij. Ik prop me hier gewoon tussen. Wat een opluchting, eindelijk. Het duurde een eeuwigheid om hier te komen. Maar nu is alles klaar, dus tijd om te beginnen. Ik kan maar beter ervoor zorgen dat ik uitgericht en klaar ben om te gaan. Beter! Woede! Ik ga deze keer het record verslaan. Wat? Denk je dat die NPC's naar mij kan gooien? Ik dacht van niet. Ga dood. Oh, wat maakt het uit? Wat gebeurt er? Oh man, ik heb het record niet gebroken. Wat? Mijn toetsenbord? Wat is ermee gebeurd? Mijn toetsen liggen overal. Ik heb het helemaal verpest. Oef, kijk naar deze letter W. Nou, dat is het. Weg ermee. Ik moet iets anders doen om dit probleem op te lossen. En nu is het tijd voor wat epoxy. Ik wil het niet te vol maken. Dat gaat alleen maar problemen opleveren. Daar, ik heb ze allemaal gevuld en nu zitten ze vast. Nu kan ik ze eruit halen. Oeh, kijk hoe schattig dit is. Nu kan ik ze op mijn toetsenbord plaatsen en mijn ontbrekende toetsen vervangen. Oké, ik ben fan van mijn nieuwe schattige toetsenbord. Tijd om terug te keren naar mijn spel. Eerst even strekken. Woede! Kom op, je kunt het! Nog harder, sneller! Wacht. Wow, ik heb het gehaald! Ik heb een nieuw record vastgelegd. Mijn gelukstoetsenbord was de sleutel. Nee, oké, goed gedaan. Hier is je applaus. Klein applausje. Ze blijven leuk. Kijk dit eens allemaal. Handboeien? Yikes. Oh, deze wil ik niet in huis hebben. Hoe dan ook. Ik kan me niet herinneren dat ik deze ooit heb gekocht. Ze gaan er ook in. Nagellak? Niet nodig. Dat is wel genoeg voor deze doos. Helemaal klaar. Oeh, wat is hier dood gegaan? Ah, dat dutje was verfrissend. Nog meer spullen? Schattig. Maar ik heb meer nodig. Wat zit er in deze doos? Wow. Dacht het niet. Nagellak? Daar kan ik wel wat van gebruiken. Tijd voor een manicure. Maar niet het soort dat je gewend bent. Deze keer gaan we onze vingers versieren. Zie je die streepverf? Laat hem nu drogen en leg hem onder een UV-licht. Het zou niet te lang moeten duren. Schuif het eraf en nu komt het leuke gedeelte. Versieren! Dun penseel werkt het beste. Is dit hartje niet schattig? Duurt misschien eventjes, maar het zal het waard zijn. Zie je? Nu heb je een nieuwe ring. Of twee. Door je mond ademen. Huh? Prachtig. Die ringen zijn echt mooi. Deze? Ik wil ze graag hebben. Jij eerst. Jij. Oké dan. Yay! Ik ben rijk. Ik kan ze wassen. Wat? Jullie willen nog meer ringen? Oké, tijd om ervoor te zorgen dat ik beschermd ben met deze zonnebrandcreme. Dat zijn genoeg bubbels. Tijd om met mijn watermeloen te spelen. Oeh, hij is zo kneedbaar. Geweldig. Hey, wacht eens even. Daar staat een lege pot. Laat me eens mijn kleine watermeloen in de grond planten.
Daar gaan we. Nu moet ik wachten tot hij groeit. Ja, het kost helemaal geen tijd. Oké, dit idee is geniaal. Ik doe het. Oké, watermeloen. Tijd om een watermeloenboom te groeien. Kom op, je kunt het. Wat doet Sunny daar in godsnaam? Ach ja. Watermeloen, waarom groei je niet? Huh? Oh nee, ze ziet er verdrietig uit. Ik moet iets doen om haar op te vrolijken. Ik zal beginnen met het in lagen aanbrengen van deze polymeerklei. En dan heb ik ook nog deze rode bal van klei. Nu hoef ik het alleen nog maar op te rollen. Vervolgens heb ik deze tool nodig omdat ik de klei ga snijden. Ik moet heel voorzichtig zijn, ik wil het niet kapot maken. Oké, ik heb nu 2 stukjes. Ik heb alleen een kleine plakje in het midden nodig. Tijd om mijn kleitool weer eens te pakken, omdat ik een cirkel in tweeën moet snijden. Mooi zo, ik schep dit kleine stukje op. En nu is het tijd om nog een plak te maken, als een taart. Dat ziet er echt goed uit. Dit is genoeg. Nu moet ik dit stukje klei een beschermlaag geven. Dat is goed, maar deze watermeloen mist zijn zaden. Ik voeg wat kleine zwarte kralen toe. Ze zullen er mooi uitzien. Maar ik wil niet alleen zaden, ik wil een vrolijke watermeloen. Zo, nu heeft hij een blij gezichtje. Zo schattig. Sunny, ik heb iets voor je gemaakt. Wauw, een kleine watermeloenketting. En bijpassende oorbellen. Ze zijn zo schattig. Ik vind ze geweldig. Dank je. Heel graag gedaan. Ik wil je gewoon niet zo verdrietig zien. Hé, ik zal deze in plaats daarvan planten. Oh, wat? Sunny, wat? Dit slaat nergens op. Hoi David. Zie je iets wat je bevalt? Er is zoveel om uit te kiezen. Ik vind dit leuk. Wauw, deze zijn zo mooi. Maar ik denk niet dat ik iets kan kopen. Ik ga wel gewoon. Doei. Misschien moet ik mijn eigen sieraden maken. Ik heb alles wat ik nodig heb hier. Even kijken. Oh, dit komt van pas. Ik rijg de kralen door het touw. Dit is lastiger dan ik dacht. Bijna, kom op. Gelukt. Alleen nog een knoopje. Even opnieuw proberen. Hier ben ik best tevreden mee. Het is een beetje klein. Misschien kan ik over mijn hand laten glijden. Oké, dat gaat niet lukken. Ik moet het rekken. Nee, niet weer. Dit is zo irritant. Ik ben er klaar mee. Stomme armband. Ik wil er gewoon iets moois aan. Waar komen deze citroenen vandaan? Wauw, kijk dat eens. Er zijn er zoveel. Dat brengt me op een idee. Als je fan bent van fruit en sieraden, dan zul je dit geweldig vinden. Snij een citroen in schijfjes en pas op voor je vingers. Leg de schijfjes citroen op een bakplaat en zet ze in een warme oven. Kook de citroenen tot ze uitgedroogd zijn. Zoals dit. Maar deze zijn niet om op te eten. Vul vervolgens een pot met wat waterglas. Gebruik een houten prikker om de citroen in het waterglas te dopen. Zorg ervoor dat de citroen volledig bedekt is en laat het overtollige vocht eraf vallen. Steek een oorbellenhaakje door het gat van de spies. Doe hetzelfde met de andere plakjes. Wauw, deze zijn geweldig! Moeder Natuur zou trots zijn. Het is tijd voor mij om wat geld te verdienen. Tijd om te verkopen! Wat vind je ervan? Ik vind ze geweldig. Ik neem een paar. Alsjeblieft. Hoi Eva, ik vind je oorbellen mooi. Kan ik met je ruilen? Natuurlijk. Alsjeblieft. Wauw, ik wilde dit echt. Ze zijn zo schattig. Het is verbazingwekkend wat je kan doen met een beetje cement, hars en een heel veel creativiteit. Wat is jouw favoriete creatie? Laat het ons weten in de reacties hieronder. En vergeet niet om deze video te delen met je vrienden en te abonneren op ons kanaal voor nog meer nuttige video's zoals deze.